Ja. Voelde je toen je op het podium stond, al die mensen? Nou, dat is het rare. Je bent je natuurlijk kapot aan het haasten. En dan, dus sowieso deze dag is gewoon... Je staat in een heel kort tijdsbestek in een helikopter op een podium voor camera's. Okay. What the fuck, weet je wel? Hoe is dat in die heli? Niet helemaal mijn ding. Maar ik kreeg wel goede tips van de bemanning. Gewoon, ik ben normaal altijd zit ik zo heel gespannen naar de grond te kijken. En ik kreeg een tip van, dat moet je helemaal niet doen, want dan word je alleen maar misselijk van. Als je gewoon een horizon zoekt en daar een beetje blijft kijken, dan is het beter. Dus dat doe ik. Wat heb jij persoonlijk met deze dag? Ja, best wel veel. Kijk, mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt, maar die waren wel gelukkig daarin. Dus die konden elke avond konden ze gewoon eten. Tuurlijk, ze hebben wel meegemaakt hoe de onderdrukking is. Je hebt veel militairen op straat en die verhalen zijn wel heel indrukwekkend van ze. Maar ja, dat is eigenlijk hoe ver het ging. Dus wij hebben eigenlijk heel veel geluk gehad. Mijn familie heeft heel veel geluk gehad.